een in Gemert geboren Brabander, 57 jaar, getrouwd met Jolanda. We hebben twee dochters en een zoon. Ja, en zoals ik net ook al hoorde, inmiddels 12 jaar burgemeester in Horst aan de Maas. Met name het laatste gesprek, hij kwam de kamer binnen en het was meteen een heel warm gevoel. Hij vulde die kamer heel goed aan, hij voelde ons heel goed aan. Hij gaf de juiste antwoorden op de juiste vragen. We hebben flink doorgevraagd in die tweede ronde, want daar is hij met name ook voor bedoeld. En met name zijn deskundigheid op economisch vlak, maar ook zijn deskundigheid op het sociaal bewogen aspect. Hij heeft natuurlijk als burgemeester van Horst van der Maas in 2010 een fusie geleid. En die fusie die was onder andere ook met 16 kernen. Nou, daarna heeft hij nog een benoeming opnieuw gehad, een herbenoeming. Maar daarmee geef je al aan dat je een goede verbinder bent, want anders dan word je niet herbenoemd door de gemeenteraad. Dus dat alles bij elkaar afwegende, dachten wij aan in hem gewoon de perfecte kandidaat te zien. Ja, ik was verrast, positief verrast. De vertrouwenscommissie had ook geen enkel signaal of uitstraling gegeven in de gesprekken van dat ik dacht, nou dat zit wel goed. Want er werd echt stevig gediscussieerd. Ik heb er enorm veel zin in. Echt veel zin in. Ik vond toen ik al zag de vorming van Meijer Rijstad, hield ik het proces al in de gaten. Want uiteindelijk, ik ben ook in Veghel naar school gegaan en op het Zwijnse College gezeten. Dus het heeft ook zoiets van, ja, ik ga terug naar mijn geboortestreek. Maar ik vond ook de gemeente, als we daar in de 13 kernen, enorm interessant om daarvoor te gaan werken. Iedere kern met zijn eigen karakter, plattelandsgemeente en tegelijkertijd dorpenstad. Met een enorm ondernemerslust. Nou ja, dat sprak mij enorm aan. Dus mijn eerste zin volgens mij, mijn sollicitatiebrief, ik heb hier niet bij de hand, was ook zoiets van, ja, u zoekt een ondernemende verbinder. Nou, hier is hij. Dan moeten natuurlijk de minister en de koning er nog zich even over buigen. Meestal is dat de formaliteit. Wanneer zou die dan kunnen beginnen? De verwachting is ergens medio december. Dat is een klein beetje de verwachting. Dat ligt ook aan de agenda van de commissaris. En natuurlijk hoe vlot dat de benoeming gaat. Maar de minister heeft daar in ieder geval minimaal 6 weken voor nodig. Nou, daarna gaan we de installatie plannen.